Goedendag, lieve mensen, broeders, zusters en ieder die vandaag meekijkt met dit filmpje, deze studie, preek, net hoe je het noemen wil eigenlijk. Welkom, fijn dat u meeluistert. Misschien voor mensen die mij eigenlijk niet zo goed kennen, ik ben dus Hans Griffioen, evangelist die in Nederland rondgaat om de boodschap van Jezus te brengen. Daar heeft de Heer een tijd terug op mijn hart gelegd. En ik heb inmiddels ook een eigen bediening van waaruit wij de activiteiten doen. We doen ook evangelisatie op straat, maar ook spreken bij vele verschillende kerken. En onze bediening is dus New Life Ministries, zo heet de stichting en ook de website. Dus als u meer wilt weten over mij, over mijn boodschap, dan kunt u ook daar preken beluisteren en ook deze preek die daar ook weer op zal geplaatst zal worden. Nou, vanmorgen heb ik een boodschap voor u en een boodschap uit misschien wel voor hen die de Bijbel wat meer kennen uit Lucas 24. Lucas 24 vanaf vers 31. Lucas 24 vanaf vers 31. En dat is het verhaal over de Emmausgangers. Ik lees hem eigenlijk even vanaf een ander moment, ik heb hier 31 staan, maar ik lees hem eventjes vanaf het begin een paar versen. Het is te veel om alles te lezen, maar een paar versen die dus daarmee ook aangeven waar het over gaat. Nou, Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Alleen dat al vind ik heel bijzonder. Dat de Heer bij hen kwam en met hen meeliep. En dat is, ik kom daar straks dus even op terug, want dat is echt een mooie bemoediging voor ons allemaal. En ze waren dus in gesprek met elkaar. En hij zei tegen, vers 19, en hij zei tegen hen, welke dan? En zij zei tegen hen, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Nou, en zij vertelden dus aan Jezus wat ze allemaal meegemaakt hadden, wat er gebeurd was. En dan gaat Jezus iets uitleggen. En dan zegt hij, vers 25, en hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragend van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon, Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nou, en ik ga niet allemaal lezen, maar vanaf vers 6, 31. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Vers 32 zegt dan, en zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Wauw, geweldig. Nou, je kan eigenlijk van alles hieruit halen. Er zijn heel veel in beschreven waar we iets mee kunnen in ons leven. En ik heb daarom erboven gezet, eigenlijk heel eenvoudig, Jezus is in jou, in uw situatie. Amen. En dan zeggen die twee discipelen die dan op weg waren naar Emmaus, was ons hart niet brandend toen hij ons de schriften uitlegde. Twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Ze zijn in verwarring over wat er gebeurd is en stellen elkaar allerlei vragen. Ze zijn teleurgesteld en vragen zich af hoe het nu verder moet. En misschien is dit wel heel herkenbaar in uw eigen leven. Hoe vaak, kan het zijn dat u misschien, deze twee discipelen waren zo, eigenlijk in verwarring. Ze waren teleurgesteld in wat er gebeurd was. Want, ze hadden verwacht dat Jezus was gekomen om het volk Israël te bevrijden van het Romeinse Rijk. En dachten, maar is dit het nu? Hij is gestorven en blijkbaar, ze waren verward. En dat lees je als het ware in het hele verhaal. En ze waren helemaal aan het discussiëren en praten en overleggen. Wat is er nou gaande? Wat is er nou gebeurd? En wellicht wandelt u al een tijdje met de Heer.
Maar u gaat door allerlei moeilijkheden heen. U hebt veel meegemaakt in het leven. U bent misschien ook wel teleurgesteld in God. En ik kan u zeggen, en dat doet soms wel erg zeer, moet ik zeggen. Ik ben ook regelmatig op straat aan het evangeliseren. En hoe vaak we dan niet mensen treffen die het geloof hebben losgelaten omdat ze teleurgesteld zijn in God. En hoe komt dat? Omdat ze eigenlijk teleurgesteld zijn in de kerk. En er is verwarring en ze denken, wauw, is dit het nou? En was dit het nou? En waar is nou die God die ik dan eigenlijk gediend heb? En natuurlijk, we kunnen ons allerlei vragen stellen of hoe hun relatie met God zelf was. Maar dat laat ik in het midden, want ik snap hun teleurstelling soms ook wel. En ik sprak afgelopen woensdag nog op straat met iemand, we waren aan het evangeliseren in Utrecht. En ik sprak met iemand, een oudere man, 86 jaar. En hij was katholiek opgevoed, maar had alles. Hij zei, met geloof ben ik kwijtgeraakt. Hmm. Hij was verward geraakt in wat er allemaal gebeurd was. En soms gebeuren er nare dingen die ook ons geloof kunnen beschadigen, die onze wandel met God kunnen beschadigen. En dan kan er verwarring zijn. Ja, maar het kan ook zijn dat uw leven in beslag wordt genomen door de zorgen van het leven. Werk, gezin, gezondheid, familie, noem het maar op. En zijn daardoor misschien het zicht op God kwijtgeraakt. Misschien een periode van een woestijnervaring. Ja. En weet u, en dat is wat we bij de twee discipelen zien. Ze zijn aan het overleggen, aan het redeneren, aan het bediscussiëren. En dat is wat wij graag doen in deze westerse maatschappij. We discussiëren wat af. We praten graag. Maar we komen er vaak niet uit. En ze discussiëren over, ja, wie was nou die Jezus? En misschien vraagt u dat zelf ook nog wel eens af. Wie is nou eigenlijk Jezus? Als u hem misschien niet zo goed kent. Of heeft u allerlei negatieve ervaringen of moeilijke ervaringen gehad. Maar weet u het nou zo bijzonder? Zelfs in de hele moeilijke ervaringen is Jezus daar toch. Ik kan daar zelf van getuigen. Ik heb ooit, ik was toen 36, 37 jaar, een burn-out gehad. En het was echt een hele moeilijke periode. En zeker de eerste maand zat ik in een zwart gat. En ik wist het niet meer. Ik was ook verward. Ik riep het ook en daaruit naar God. Heer, wat bent u? Ik begrijp het niet meer. Ik was helemaal boos eigenlijk op God. Maar wat bijzonder is, in de eindfase van die burn-out en de begeleiding die ik gekregen heb, heb ik juist ervaringen van Gods geest mogen ontvangen. Amen. Hij raakte mij aan. Zelfs in de burn-out fase heb ik de tongentaal mogen ontvangen. De taal van de hemelse taal mogen ontvangen. Weet u, en dat was zo bijzonder, waardoor er een honger kwam, een dorst kwam. Mijn hart raakte inderdaad brandende, zoals bij deze twee discipelen. Dus ook in die moeilijke fase van uw leven en ons leven is Jezus daar. En dat zien we dus terug in dit Bijbelgedeelte. Maar het is zo, soms vind ik het ook een humoristisch verhaal. Want dan wandelen daar die twee discipelen en dan komt Jezus bij hen wandelen. Dat wil ons zeggen, weet u, u bent misschien onderweg, we zijn allemaal onderweg ergens naartoe. We zijn onderweg misschien gewoon in ons dagelijks leven, maar ook gewoon, het leven is ook een reis feitelijk. En Jezus komt naast u wandelen. Jezus wandelt naast u. Beseft u dat? Echt, ik toen dat nog eens een keer dat zinnetje las. Ik had dat Bijbelgedeelte heel vaak gelezen. Maar ik heb het echt met rood onderstreept. Jezus komt naast u wandelen. En is het zo grappig, en vind ik zo een beetje humoristisch, dat hij dan aan hen gaat vragen, goh, waar hebben jullie het allemaal over? Dat is zo mooi, want Jezus weet al lang wat er in uw leven omgaat. Jezus weet al lang wat er plaatsvindt in uw leven. Maar het is soms zo goed om dat zelf eens uit te spreken naar Jezus. Amen. Waar hebt u het zo al over? Waar bent u zo mee bezig? En wat houdt u bezig? Waar discussieert u over? Waar wordt uw leven mee gevuld? En dat vind ik zo mooi. En dit verhaal. Jezus komt naast ons lopen. En tijdens de woestijnreis, dus we hebben soms zo'n woestijnervaring, misschien wel van droogte, waarin we God even kwijt zijn of waarin we God gewoon niet dichtbij ervaren en ons gaan afvragen, ja, waar is die nou? En is hij er wel? En tijdens de woestijnreis van Israël leidde de Heer hen door de wolkkolom. De Israëlieten hadden natuurlijk letterlijk een woestijnervaring,
en een hele lange woestijn ervaren. Ze moesten door die woestijn. En vanaf het moment dat God Israël uit Egypte leidde, totdat de bestemming bereikt was, moesten zij dus door de woestijn. Maar ze werden geleid door een wolkkolom. De wolk was er altijd. Overdag als een wolkkolom en in de nacht als een soort vuurzuil. De wolk gaf aan of het volk moest reizen of mocht rusten. En dat zien we eigenlijk in dit verhaal ook terug. Misschien zou je denken, ja, emmersgangers, Lucas, wat heeft het te maken met het Oude Testament? Wat heeft het te maken met de woestijnervaring van Israël, van het volk? Maar er zitten toch parallellen in. En ik geloof er zelf sterk in dat wij de hele Bijbel moeten lezen. Dat we, want de Bijbel legt zichzelf uit. En dat zien we ook hier eigenlijk in terug. Jezus, die is met ons, die wandelt met ons mee. En hij heeft zijn geest gegeven als in feite de leidsman, niet in feite, hij is de leidsman. Hij is degene die met u meegaat en in u woont en u wijsheid en kracht geeft. De wolkkolom wees de weg en bepaalde ook het levensritme. Dus als de wolkkolom stilstond, moest het volk ook stilstaan en wachten. En soms zijn er momenten in ons leven dat we misschien denken, we gaan door een woestijnperiode, maar is het een periode dat we misschien moeten wachten. En dat zien we eigenlijk ook bij Jezus terug, hè? Want Jezus loopt met die mannen mee. En aan het eind van hun, nou ja, toch, kan ik zo zeggen, toen ze dicht bij Emmaus kwamen, bij de woning van een van die mannen, van de discipelen, toen deed hij Jezus net alsof hij verder ging. Vond ik ook zo komisch eigenlijk. Hij deed net of hij verder ging, maar ja, toen dachten ze, wacht even, deze kunnen we niet laten gaan. Laat hij me even tot rust komen, laat hij bij ons komen eten. Dus hij kwam ook tot rust en nam de tijd om met elkaar een maaltijd te houden. Leven bij de wolkkolom betekent vandaag leven bij de Bijbel. Het woord van God is uw kompas, is mijn kompas. Wij kunnen niet zonder het woord. We kunnen niet zonder het woord. Weet je, in 2 Koningen 6 vers 16, ik heb het ook in een ander Bijbelgedeelte of een andere studie een keer even aangehaald. Dat is er een dreiging van de vijand die bijkomt. En dan zegt Elisa van wees niet bevreesd, want die bij ons is, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En waarom haal ik dit Bijbelgedeelte aan? Jezus, die begon uiteindelijk bij de discipelen de schrift uit te leggen. En daardoor gingen hun ogen open. En ik geloof dat Gods verlangen is dat onze ogen open gaan. Amen. Ja, dan zult u denken, ja, nee, maar mijn ogen zijn toch open? Ja, nee, dat snap ik. Maar dat zijn onze natuurlijke ogen. En God wilde dat onze geestelijke ogen open gaan. God wilde dat de ogen van deze discipelen, want die waren nog gesloten gebleven, open gingen. Om geestelijk te zien wat er werkelijk, waar Jezus werkelijk voor gekomen was. Halleluja. God wil dat uw ogen open gaat. En toen hij de schrift ging uitleggen aan deze twee discipelen, gingen hun ogen open. Ze zagen uiteindelijk. En op dat moment raakte hun hart opbrandende voor de Heer. Jezus opende de schriften en de ogen gaan open. Ook bij deze twee discipelen die op weg waren naar Emmaus. Weet u, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart, zegt 2 Petrus 1 vers 19. Het woord van God is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het woord is als de wolkkolom en geeft de richting van je leven aan. Laat je elke dag leiden door wat God zegt. Nader tot God, dan zal hij tot je naderen, zegt Jacobus. Amen. En Jezus verklaart dus de schriften. En breekt het brood met deze twee discipelen. Vond ik ook zo opvallend. Weet u, daarom, het is zo belangrijk dat u ook zelf mag bidden. Maar ik zou u eigenlijk al nu al willen zeggen, ik bid voor u dat uw ogen, geestelijke ogen, open gaan. Dat u geest van onderscheid krijgt voor uw eigen leven. Dat u geest van onderscheid krijgt voor wat er in de wereld gebeurt. Ja. En dat er dingen zijn die moeten gebeuren. En dat we daardoor dus niet bevreesd hoeven te zijn als we weten waar God mee bezig is. Door zijn woord kunnen we dat zien. Hij wil dat aan u laten zien en dat uw ogen, uw geestelijke ogen, opengaan zoals bij deze twee discipelen. En Jezus verklaart dus de schrift en breekt het brood. En dat vond ik ook zo bijzonder. Hij
Voordat hij gekruisigd werd, voordat hij moest sterven, voordat hij de hof van Gethsemane inging, brak hij het brood met zijn discipelen. Hij gebruikte de wijn en het brood. Hij sloot als het ware, je zou bijna kunnen zeggen, hij sloot als het ware zijn leven af met het avondmaal. En nu is hij bij deze twee discipelen, je zou bijna kunnen zeggen, hij start ook weer met het breken van het brood. En waarschijnlijk, dat staat er niet bij, wellicht ook nog wel met de wijn erbij. Want er werd altijd wel bij gedronken bij het eten. Zo bijzonder mooi. Hij verklaart de schrift en breekt het brood. Een onmiskenbare verwijzing naar het laatste avondmaal en de gezamenlijke maaltijd van de eerste gelovigen in Handelingen 2. God leidt jouw leven. En God wil uw leven leiden. Weet u, hij opent de schriften. En ik zou willen zeggen, is uw hart nog brandende? Als ik de schriften open, als ik de Bijbel lees, als ik in mijn stille tijd ben en God spreekt, en ik ben een preek aan het voorbereiden, een studie aan het uitwerken, dan opent God de schrift, dan opent hij zijn woord en het raakt mij regelmatig. Wauw, wat staan hier toch rijke dingen in. Wij kunnen niet zonder het woord van God. Amen. En ik hou van het woord. En daarom dat ik verschillende Bijbelgedeeltes naast elkaar leg om het woord te laten spreken. En Jezus, ook de Heilige Geest, besturen alle dingen en willen jou moed geven. En laten we niet vergeten dat het voor ons een levensbelang is dat we in Christus zijn en dat we door de Geest van God geleid worden. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij gaat voorop. Hij is nabij. Hij beschermt. Hij loopt met u mee. Zelfs als we het niet zien. Soms hebben we het niet in de gaten door onze omstandigheden dat Jezus met ons meewandelt. We zijn zo gefocust, we worden zo in beslag genomen door die omstandigheden dat we denken dat Jezus niet meewandelt, maar hij wandelt met u mee. Het vuurkolom als beeld van het werk van de Heilige Geest. Vuurkolom is een beeld van de Heilige Geest en als hij komt, dan zijn er tekenen van vuur. Als hij in je hart komt wonen, doet hij wat Jezus heeft gezegd. Hun hart was brandende. En het hart in de Bijbel betekent vaak je innerlijke. Je innerlijk. Je inner. In het Engels zeggen ze dan inner. Je inner being. Je binnenste. Hun hart was brandende. De brandende dus van binnen. Hoe is het met uw hart? Als u de schriften opent. Als u een woord hoort. Is uw hart open? Begint uw hart te branden? Weet u, het hart van deze twee discipelen was zo brandend dat zij op dat moment besloten om terug te gaan naar Jeruzalem. Dat was 11 kilometer lopen. En het gekke is, ze hadden tegen Jezus gezegd, blijf bij ons eten, want de avond valt in. Het wordt donker. Maar uiteindelijk, en dan hebben ze die maaltijd, dus het was nog wat later geworden. Maar uiteindelijk, toen ze ontdekten dat het Jezus was. Wauw, ze konden niet blijven zitten. Kijk, ja, misschien zouden wij denken, of zou ik kunnen denken, ah, weet je wat, we kunnen het ook wel morgenochtend onze discipelen vertellen, of onze broeders. Laten we even een nachtje slapen. En dan gaan we even lekker naar bed. Hè? We nemen nog even misschien een wijntje. We gaan naar bed en dan vertelt onze vrienden morgenochtend wel. Nee, maar met deze twee discipelen niet. Hun hart was zo brandende. In het donker gingen ze terug die 11 kilometer lopen. Die discipelen, die vrienden, die moesten het weten dat ze Jezus dan ontmoet. Amen. En dat is ook zo mooi, hè. Ik geloof dat als je Jezus hebt ontmoet, dan wil je er niet meer over zwijgen. Dan kun je er blijkbaar geen nachtje meer over slapen. Dan wil je gaan en dan wil je het vertellen aan de ander. Hun hart was brandende. Weet u, de wolkolom en de vuurkolom waren manifestaties van Gods leidende aanwezigheid. En Romeinen 12 vers 11 zegt daarom ook, wees vurig van geest en dient de Heere. En weet u, dat is zo mooi. De Heere wil, God wil zijn woord aan u openen. Hij wil het als het ware aan u openbaren. Nou, er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar we hebben toch de openbaring, want we hebben de hele Bijbel. Ja, dat klopt. Maar weet u, dat wil niet zeggen dat we altijd alles zien wat erin staat. We kunnen de Bijbel 10 keer gelezen hebben en toch dingen over het hoofd zien. En niet of we lezen het, maar we begrijpen het nog niet. Ik heb zo vaak dat ik een Bijbelgedeelte misschien wel vaker gehoord heb, gelezen heb, en opeens springt er een tekst uit,
Omdat God weet dat je dat op dat moment nodig hebt. Dat is in feite ook openbaring. Dat is op het moment dat de schrift geopend wordt naar jouw eigen hart. En dat is wat God steeds weer opnieuw wil doen. Weet u, daarom wil ik u aanmoedigen en bemoedigen. De Heer wandelt met u. Hij wandelt naast u. Of u nou ziet of niet ziet. Of u nou ervaart of niet ervaart. Hij is erbij. Hij wil voorzien. En hij wil de schrift aan u openbaren. Hij wil de schrift aan u openen en daarmee uw ogen openen. En zodat u gericht blijft op hem en zegt, wauw, mijn hart is brandend. Weet u, ga heen. Ik zou bijna zeggen, ga heen, ga wandelen, ga verder met uw leven met een brandend hart. Ondanks de omstandigheden, want hij wandelt naast u. Amen. Tot zover deze boodschap.